Goede avond. Op deze vrijdagavond. Hallo, allez. Dus, ik ben duidelijk hoorbaar, belichting oké. Super. Goedenavond allemaal, welkom. Ik ben Sandy Garcia González en freelance visagiste voor 100%. En ik heb mij laten vertellen dat op vrijdag dat we een soort van glam look doen. Dus ik zou zeggen, laten we van start gaan. Wat denken jullie zelf? Goed, dus wat dat ik ga doen, ik heb eigenlijk niet echt een bepaalde look in gedachten, maar ik heb hier wel een aantal heel leuke spulletjes klaargezet en we zullen wel zien waar dat we uitkomen. Nu, ik heb een vrij drukke werkweek erop zitten, dus we gaan misschien beginnen met de vermoeidheid wat weg te camoufleren. Maar eerst natuurlijk beginnen met een minerale primer. Dus, die primer die zorgt voor een mooie dekking. Zorgt er ook voor dat ik minder foundation nodig heb. Dus laten we daar al mee beginnen om mijn vermoeidheid wat weg te camoufleren. Een klein ertje. Hoepakee. Zo. Goed inwrijven. Voilà, die primer zit erop. Dan gaan we beginnen, of dan gaan we vervolgen moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Nadat ik de primer heb aangezet, ga ik eerst beginnen met te camoufleren. Dat is nodig na deze week, vind ik zelf, want ik vind dat ik er kei moe uitzie. Dus oei oei, die is al op. Dus ik gebruik eigenlijk de nummer 1. Dat is de waterproof stick van 100%. Dus je ziet dat die al goed gebruikt is geweest. Dus ik ga beginnen met mijn ogen wat op te lichten. Nu, ik heb vandaag heel weinig make-up opgehad, omdat ik een kleine ontsteking heb aan mijn oog. Ça va nu nog. Dus ik wist dat ik vanavond een make-upje moest doen. Dus ik dacht van, ik ga mijn ogen niet te zwaar maquilleren. Dat ik zeker niet zelfs met zo'n oog voor camera moet. Wat ik ook meestal doe, is een beetje camouflage op de oogleden. Zodat eigenlijk mijn ogen wat opgelicht worden. Ik doe ook een klein beetje hier op mijn kin. Niet om te camoufleren, maar wel om zelfs een beetje de kin en de mondhoeken en de neusvleugels wat op te lichten. Want meestal valt daar ook wel wat schaduw op. Ik heb een beauty blender. Waar dat ik dat dan netjes mee indep. Ik ga eens heel eventjes... Oh, ik ga zien of dat ik... Ik zie allemaal tekst. Eens kijken ondertussen of dat ik wat bekende mensen zie. Ah, Charlotte is ook van de partij. Hey, Charlotte. Dus goed indeppen. Voilà. Eens kijken, want ik zie allemaal namen door mijn scherm uit. Dus ik ga eens heel even hier in de spiegel mij concentreren. Zo, dan hoop ik dat dat voldoende gecamoufleerd is. Zelfs de vermoeidheid wat wegwerken, dat helpt toch altijd, hè, zo die make-up. Hè. Dan... Nadat ik gecamoufleerd heb, gaan we een beetje egaliseren. Dat doe ik nu in de winterperiode met de Liquid Foundation, de nummer 2. Dus in de zomer zit ik meer naar een 3. In een tussenseizoen ga ik mengen 2 en 3. En nu, omdat we eigenlijk echt nog een winterperiode zitten, alhoewel dit weekend super mooi weer gaat worden, en waar dat we al kunnen gaan genieten van de eerste zonnestralen, kijk er al helemaal naar uit.
ga ik toch met de nummer 2 beginnen. Omdat mijn huid uiteraard nog niet, of alleszins nog geen kleur gepakt heeft. Hè. Dus ik werk vrij graag met een beauty blender. Dus wat ik doe, is een klein ertje op mijn beauty blender. Zo. En dan ga ik eigenlijk in mijn huidje duwen. En dat, voor mij is dat iets wat heel snel gaat en het resultaat mooi dekkend is. Zo, nog een klein ertje bij voor de andere kant. Hoppakee. En 's morgens als dat snel moet gaan, is dat super handig. Dus ik duw dat echt goed in mijn huid. Zo. En dan zit die laag foundation erop. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Ik probeer mee te volgen. En anders zullen zeker collega's van Sans Pur Sans zelf, als ze zien dat ik niet alles zie, ga ik zeker hulp krijgen van mijn collega's die ook meekijken. Voilà. Zo, die make-up is aangebracht. En natuurlijk, liquid gaan we altijd afpoederen met de minerale foundation voor die mooie flawless look te krijgen. Daarvoor gebruik ik nu de nummer 3 van Sans Pur Sans. Dus wat gaan we doen? Jullie zullen het allemaal zeker al meerdere keren gezien hebben. In het dekseltje een paar keer kloppen. En natuurlijk met onze kabuki. Ik draai dat daar goed in. Hoppakee. En dan ga ik dat met een cirkelbeweging goed aanbrengen op de huid. Nu weet ik niet, wacht hè. Ik ga heel even zien hoe dat ik hier, want Oké, goed. Is jouw beauty blender vochtig bij gebruik? Ja. Dus ik heb, vooraleer dat ik natuurlijk naar de live ging, heb ik mijn beauty blender, en zeker als ik liquid gebruik, breng ik die even onder de kraan, spoel ik die heel goed ook. Ik pits die echt volledig uit. Ik zet zelfs zo'n Kleenex of een handdoek. Ik pits die echt goed in de handdoek. Dus die is niet super vochtig, maar is wel nat. Vind ik veel handiger om aan te brengen. Als je... Pak nu dat je zegt, hè, van ik sla mijn liquid stap over en ik zou eigenlijk alleen maar de beauty blender met minerale productjes gebruiken. Dan hou je je beauty blender droog, oké? We gaan nog een extra laagje minerale poeder aanbrengen. Goed in de hals. Ik ga even mijn haren opzij zetten. Zo echt goed in de hals. Dat je mooi voorhoofd. En eens even onder de ogen. De beauty blender, Sans Pur Sans heeft ook beauty blenders, hè, dames. Dus zij hebben zo dat heel kleintje en dan in grotere. Je gaat zien, als je die onder de kraan zet, dan zwelt die enorm op. Hè? Dus, of bij Café Beauté, hè, dus, of online op hun webshop, of bij de apothekers. Dan kan je allemaal de beauty blender van Sans Pur Sans terugvinden. Ik zie hier net ook een vraag van dat jullie dat... precies raar vinden om foundations te mengen op zich, kan dat perfect. Hè? Omdat ik vind dat de nummer 3 voor mij in de winter net te donker is. En het laatste wat we natuurlijk willen, is dat we eigenlijk kleurverschil krijgen van op uw kaaklijn naar uw hals. In de winter bruinen we niet. Uw gezicht, uw gelaat heeft geen zonnestralen opgepakt. Ik ben bleker. Dus het laatste wat ik wil, is dat ik...
dat ik echt, of dat mensen zouden zien dat ik gemake-up ben. Dus het kan wel degelijk dat je toch kleurtjes gaat mengen, waardoor dat je eigenlijk de nummer 3 iets lichter gaat maken. Dat doe ik ook alleen maar in het tussenseizoen, van als we echt van de zomer naar de herfst gaan, hè, omdat je dan, ja, weet je, die eerste, de bruine tint gaat eraf en in de winter natuurlijk pakken we geen kleur, dan hoeft eigenlijk die mengeling niet meer, hè. Oké, goed. Wat we dan gaan doen, is even kijken. Ik zou al durven beginnen met wat blush aan te brengen. En ik hou enorm van de bronskleur. Dus ik heb vandaag de brons gekozen. En dan gaan we dadelijk al wat kleurschakering in het gezicht aanbrengen. Dat maakt ook dat we er dadelijk veel gezonder uitzien, vind ik zelf. Als we zo wat kleur in het gezichtje aanbrengen. Alsof dat we een leuke wandeling achter de rug hebben. Opletten dat je echt opbouwt. Je kan beter een paar laagjes aanbrengen dan in één keer te veel, hè? Want dan zijn we verder van huis. Natuurlijk heb je ook altijd wel uw kabuki dat het overtollige product mee kan wegnemen. Maar ik probeer toch altijd niet te veel aan te brengen. En ik bouw liever op. Wat dat ik ook doe, is dat ik ook wel zelfs blush durf mengen. Dus wat heb ik hier nog bij? Ik heb het contourpaletje. Dus ik heb de bronzer gebruikt. Of de bronskleur. Voor mijn wat kleur aan te brengen. En meestal doe ik dan deze. De blush vanuit het contourpaletje. Ga ik heel lichtjes gewoon op de appeltjes van de wangen nog even aanbrengen. Om zo die, ja, die gezonde gloed erop te krijgen. Hè? Eens even kijken. Of dat ik het hier beter zie, dat ik niet te veel aanbreng. Want ik heb heel de tekst voor mijn gezicht. Voilà. Is het brons hetzelfde kleur als het brons in het contourpalet? Nee. En dus als we gaan kijken naar, ik weet niet of dat jullie dat gaan zien. Als je dit kijkt, hier zit er eigenlijk een beetje glitter in. He, daar zit die, ja, dat mica zit daarin, dus die gaat een beetje glans hebben. Terwijl, als je gaat kijken naar het contourpaletje, de bronzer uit het contourpalet, die is veel matter en lichter van kleur. Dus die is niet hetzelfde. Eens even kijken dat ik hier de dekseltjes allemaal terug afsluit. Oké, dan ga ik verder met de oogjes. Dus wat ik misschien mee ga beginnen zijn mijn wenkbrauwen. En we zullen wel zien waar dat we uitkomen, want ik had niet echt over mijn look vandaag nagedacht. Dus ik ga het gewoon op gevoel, gelijk. Ik heb zo hier wat productjes liggen. Gewoon wat op gevoel wat uittesten. Dus ik gebruik de Waterproof Brow Pencil. De bruine kleur. Daar teken ik mijn wenkbrauwen mee in. En is het niet leuk dat we binnenkort allemaal terug naar de schoonheidsspecialisten kunnen gaan? Om dat allemaal terug netjes bij te werken. Ik kijk er alvast naar uit. Dus ik maak eigenlijk kleine streepjes. En ik ga de natuurlijke vorm van mijn wenkbrauwen ga ik volgen. En dan durf ik er ook wel eens... ik vind altijd zo'n wereld van verschil als je gewoon even bijtekent. Dat geeft dadelijk definitie aan je gezicht. Ik ga het heel even afsluiten. En dan
kam ik er nog eens door, zodat ik eventueel harde lijntjes terug wat vervaag. Oké. Dan eens kijken wat we gaan doen met de ogen. Nu, ik ben sowieso, en aangezien dat het vrijdag iets wat meer glam mag zijn, ben ik wel fan van de liquid highlighter. Dus ik dacht van, ja, laten we dat daar iets mee doen. Hè, als oogschaduw. Om dit als oogschaduw te gebruiken. Dus wat ik misschien ga mee beginnen, is even kijken. Hè. Misschien met een, eerst beginnen met een basis. Eens even kijken wat dat ik hier heb liggen. Ik ga misschien met de refillables werken. Oké, dus ik ga met zo'n penseeltje eens even kijken. Oh, ik ga gewoon een heel neutraal kleurtje gebruiken. Dat is deze. Oeh, wacht hè. Gewoon een heel neutrale, en die noemt lingerie. Oké, of ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Volgens mij lingerie. Gelijk de lingerie, voilà. Deze kleur. Gewoon een neutraal basiskleurtje op mijn bewegend ooglid. In de ooghoekjes. En ik denk, voilà, ik ga zelfs tot boven, tot aan mijn wenkbrauw. Dan gaan we. Dat is altijd wel mooi. Licht ook goed de oogjes op. Zo. Dan eens even kijken wat we dan misschien kunnen doen. Ik ga met, eens even kijken, deze misschien, de Elegant. Die gaan we aan de ooghoekjes aanbrengen. Eens even kijken. Dan ga ik met hetzelfde penseeltje doen. Dus wat ga ik doen? Eens even kijken. We gaan hier een V'tje creëren. Dus ik ga echt in de arcadeboog. Ga ik wat product aanbrengen. Zo. Voilà. En nu. Oké, je ziet dat dat wat slordig is. Maar dat komt helemaal goed. Dat maakt echt niet uit. Want dan gaan we zelfs toch heel netjes allemaal uitblenden. Dus ik ga in mijn arcadeboog beginnen en ik ga die in mijn ooghoekjes aanbrengen. Goed naar buiten, dus ik ga niet naar onder, zodat mijn ogen niet gaan afzakken of alleszins visueel gaan afzakken. Hè? Dus ik ga dat goed blenden. Ik ga heel even een ander borsteltje gebruiken. De blending brush, dat gaat iets gemakkelijker gaan dan met het borsteltje waar dat ik nu mee bezig was. Welke was de blush? Ik heb de bronze gebruikt en vanuit het contourpalet, de blush vanuit het contourpalet. Die twee heb ik gemengd. Zo. Eens even kijken. Hè. Ik ga nog een klein beetje product bijnemen. Dan ga ik ook over mijn oogrand. Huppakee. Eens even kijken. Ik ga misschien nog een... Oeh, voilà. Daar gaat mijn borstel. Ik ga misschien ook... Eens even kijken. Wat gaan we doen? Ik ga eerst mijn borsteltje pakken. Ik ga nog een volgende kleur erbij nemen. En dat ga ik doen met zo'n precisiepenseel. Dat is deze. Ja. En dan gaan we even kijken. Rijf. Deze. Zo'n zwarte glitter. Daar ga ik. Wat gaan we daarmee doen? Even kijken.
Dan ga ik ook in de ooghoekjes, maar ik ga ook de oogrand daarbij meenemen. Ja, goed naar de buitenkant en ik pak mijn er echt over de rand ga ik mee. Ik ga dat ook even doen aan de andere kant. Hoppakee. Ja, dus opletten voor uitval, gelijk deze. Dus wat ga ik doen? Is even kijken of dat het met de Beauty Blender. Voilà, hè. Opgelost. Eens even kijken. Dan ga ik echt goed in de ooghoekjes en in een V'tje. Dan gaan we dat zelfs gaan uitblenden. Hè? Oké. Ik ga even de kleurtjes wat in elkaar mengen. Ik ga nu eventjes werken. Eens even kijken hier. Met een zwart potloodje. Wat ga ik doen? Ik ga die brengen aan de onderkant van mijn wimpers. Dus ik ga eigenlijk de waterlijn langs de binnenkant invullen met het zwart. En ik ga echt tussen mijn wimpertjes in. Dat gaat dadelijk uw oog veel groter doen lijken. Dus hier aan de onderkant. Dat ziet er misschien heel raar uit. Maar ik weet niet of dat jullie al het verschil zien. Maar dat gaat dadelijk de ogen goed oplichten. En dan ga ik geen eyeliner zetten. Maar ik ga echt zo tussen de wimpertjes op alle kale plekjes, om het zo te zeggen. Die ga ik opvullen met het zwart potloodje. Dus ik weet niet als je nu het verschil met dit en dit ziet. Dat is al dadelijk, vind ik zelf, al een groot verschil. Ik ga het eventjes ook aan mijn rechterzijde doen. Dus aan de waterlijn, aan de onderkant. En tussen de wimpers. Sorry als ik heel eventjes uit beeld ben. Dus ik probeer daar niet echt naar een eyeliner te gaan. Hè? Maar gewoon echt zo tussen de wimpers de opvulling te doen. En dan ga ik terug met dit borsteltje, met zo'n precisieborstel, ga ik dat uitsmudgen. Zodat die toch zo wat dat smoky effect geeft. Hè? Goed naar de ooghoek toe. Voilà. En naar buiten toe. Dus goed in een V'tje naar buiten. En dat is eigenlijk naar eigen goesting. Als je dat niet graag ziet, dan stop je eigenlijk gewoon aan het hoekje zelf. Hè. Als je, kijk, hè, zwart. Ik heb dat nu gedaan met een zwart potloodje. Omdat ik kreeg hier de vraag. Is het zwart potloodje niet te hard bij sommige kleurogen? Ik vind dat zelf niet, maar dat hangt puur van de gelegenheid af. Hè? Stel nu, ik zou overdag gaan werken, dan ga ik nooit, ik doe dat niet, een zwart potloodje nemen. Dan ga ik eerder naar een taupe of naar een bruin kleurtje, omdat dat dan gewoon veel zachter is. Zeg je van, kijk, eigenlijk is de bedoeling dat we naar een feestje zouden gaan echt een glam look, ja, dan mag het inderdaad met een zwart potloodje afgewerkt worden. En dan kan dat zeker ook bij blauwe ogen. Of je gebruikt een grijs potloodje. Ik denk zelfs dat zij in hun gamma ook een groene liner hebben, die trouwens ook heel mooi is, hè, om af te werken. Dus, maar ik denk, hangt puur van de gelegenheid af van... Ik zal nooit met een heel zwarte eyeliner of met een zwarte potlood overdag gaan werken. Want dan vind ik mij zo net iets te veel gemaquilleerd.
Wat ik dan doe, is eigenlijk met de overschot, dat nu op mijn penseeltje, mijn borsteltje hangt, de onderkant van mijn ogen. Met de overschot daar ga ik de onderkant van mijn ogen mee afwerken. Ook waarom niet met een potlood, omdat dat vind ik bij mezelf iets te hard. Er zijn mensen die dat doen, dat kan perfect. Hè? Maar zelf vind ik dat bij mij, als ik dat met een potlood afwerk, niet mooi. Dus ik heb liever dat dat zo wat zachter is. Maar dat er misschien wel, dat dat wel definitie geeft aan je ogen. Dus daarmee dat ik eigenlijk de overschot gebruik van wat dat er bovenop hing. Misschien deze kant iets bijnemen. Dat we niet twee verschillende ogen hebben. Zo. Voilà. En dan wil ik met, eens even kijken, om zo die extra glam te krijgen, ga ik met de liquid highlighter, deze. Hier ga ik nu mijn vingers voor gebruiken. Hier ga ik geen penseeltje voor gebruiken. Dus ik ga met mijn vingers, ik ga een klein beetje highlighter nemen. Ik vind dat een super mooi kleurtje. Eens even kijken. Zo. En ik breng dat een klein beetje aan op mijn vingertopje. Ook hier weer. Bouw dat op. En ik ga eigenlijk met mijn vinger op mijn oogbal. Kijk eens. Zo. Ga ik dat wat glitter aanbrengen. En dan geeft dat dadelijk net dat extraatje meer. Dus het hoeft niet. Maar zeg je van kijk, het mag net zo dat iets glam look hebben. Dan mag je, vind ik dat wel altijd mooi. Dat je dat eigenlijk gewoon op de... op je oog, bewegend ooglid, dat je daar zo wat highlighter aanbrengt. En ik doe dat echt gewoon met mijn vingertop. Hè. We gaan dat heel even ook aan de andere kant doen. Op het bewegend ooglid, gewoon het even indeppen. Eens even kijken. Ik ga nog een klein beetje bijnemen. Zo. Ik zal misschien wat dichterbij komen, maar dan zie je echt zo dat dat zo wat mooi glittert. Ik heb ook de multi bij, dat is dit. Ja. Wat dat ook heel leuk om te doen is, is dat je, als je een heel klein beetje van dat product neemt, niet te veel, en dan kun je eventueel aan de binnenkant van je ooghoekjes zo iets meer, want dat pakt dan het licht op, hè, deze multi kleur, in plaats van dat echt als highlighter te gebruiken. Je ziet dat alles heel multifunctioneel ingezet kan worden. Dus eigenlijk dat je wat licht schakering aanbrengt in je ooghoekjes. En dan gaat dadelijk je oog ook weer veel groter lijken. En doordat dat zo wat dimensie in zit, gaat dat, ik vind dat wel schoon dat dat zo wat oplicht. Bestaat er van de highlighter ook een meer brons-goud versie in plaats van zo rozig? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of dat er collega's meekijken. Ik weet wel dat als je naar het zusje van Saint Pursant gaat, dat daar twee... Dat is wel geen liquid, maar die hebben wel een highlighter in een rozige ondertoon en een iets gouden ondertoon. Nu weet ik dat niet bij Saint Pursant of dat die dat ook hebben. Dus ik ga heel eventjes het ooghoekje aanzetten. En niet de onderkant niet vergeten. Voilà.
dan rest mij de mascara, denk ik. Hè? Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Je kunt eventueel ook natuurlijk, als je zegt van het mag nog meer smoky zijn, dat je eigenlijk je ooghoeken nog feller met bijvoorbeeld met deze, welke had ik gebruikt, de Rijf aanzetten. Maar dat ga ik nu niet doen. Dus ik ga het gewoon zo laten. Of je kunt zelf zeggen van kijk, een eyeliner om het toch nog iets strakker te maken of nog iets meer glam te geven, kan je daar ook werken met een highlighter. De highlighter, zeg ik, met de eyeliner. Al de benamingen. Dan, ik krul altijd een beetje mijn wimpertjes met een krultangetje. Dus ik ga dat heel eventjes ook doen. Zo. Eventjes bijkrullen. Voilà. Als ik voor een glam look ga, dan gebruik ik ook de Lash Primer. Dat zorgt ervoor dat niet alleen uw wimpertjes goed gevoed worden, maar het zorgt er ook voor dat uw look, als je zelfs daar de mascara over aanbrengt, dat uw wimpers veel intenser, zwarter, mooier gescheiden gaan zijn. Dus door de week zal ik dat minder doen. Ga ik voor een glam look, dan zal ik toch altijd eerst de primer aanbrengen. Ook aan de onderkant van de wimpertjes. Mascara. Ik ben favoriet van Le Volumineux. En dan gaan we in een zigzagbeweging aanbrengen. Ik kan echt zo die gekke gezichten trekken. Mijn excuses. En als ik weet niet of jullie dat ook doen met mascara, maar dan heb ik zo de neiging om iets gek met mijn mond te doen. De onderkant van de wimpers. Oh, dat ziet er al veel beter uit van als ik de live begon. Dan zou ik er kei vermoeid uit, maar dit is al dadelijk een heel andere blik. Hè? En ik vind die glow highlighter, de liquid highlighter, ik vind dat echt wel heel mooi te combineren. Ah, Charlotte, jij doet dat ook. Ik ben al blij dat ik niet de enige ben. Als ik mijn oogjes op deze manier aanbreng, ja, dat gaat heel vlot, hè. Mijn make-up aanbrengen. Dat is, als je veel oefent, dan gaat dat vrij snel. Dus ik zou zeggen, probeer het allemaal een keer. En als je deze look eens een keer zou nadoen, post dat ook eens zeker onder het filmpje. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als ik mijn ogen op deze manier maquilleer, ik ga mijn lippen gewoon echt wel neutraal houden. En ik gebruik Le Nude Parfum om af te werken. Dat is gewoon een heel neutraal kleurtje om gewoon de aandacht op de oogjes te houden. Ook al moeten we mondmaskers aandoen, hè, hier in huis is dat helemaal niet nodig. Dus we gaan vandaag gewoon netjes ook de lippen erbij doen. Voilà, dat is mijn look voor deze vrijdagavond. Ik hoop dat ik jullie heb aangetoond dat je eigenlijk bepaalde producten echt wel multifunctioneel kunt gebruiken. En je kan daar hier natuurlijk ook, gelijk ik daarnet ook zei, ook een aantal variaties opbrengen. Hè? Zoals bijvoorbeeld, in plaats van een zwart potloodlijntje, kan je een bruin potloodlijntje gebruiken. Of je zegt van kijk, ik werk het toch af met een liquid eyeliner. Of ik zet mijn ooghoeken wat feller aan. Dus ik ga daar iets meer smoky effect mee creëren. Dat is allemaal mogelijk om daar variaties op uit te voeren. Ik weet niet of dat er nog vraagjes zijn. Of misschien moet ik zo wat dichterbij komen. Ik weet niet of dat jullie het goed zien. Zo. Als er geen vragen meer zijn,
Dan ga ik hierbij afsluiten. Dan wens ik iedereen een heel fijn weekend toe. Een heel fijn zonnig weekend. Want ze geven echt wel heel goed weer. En ik hoop jullie op een volgende live te zien. Prettig weekend allemaal. Tot ziens!